De Tuk-Tuk-brigade komt aan bij de markt van Phnom Penh. Voor de verschillende activiteiten vandaag is namelijk gepaste kleding noodzakelijk. En die vind je hier in alle kleuren en maten. Can you suggest for her what's respectable? Look. I think that's one. That looks very good. It would be really nice for you. Yes. Prachtig, mooi. Met die olifantjes. And this is okay. Ja. Yes, that's fine. Dat is geweldig. Ja, dat is echt helemaal goed. Oh, dit is ook mooi. Op welke kleur deze? Ja, die blauwe. Altijd die blauwe. Een beetje blauw aan hebben. Ja, mooi. Geweldig, man. Ja, dit is mooi. Ja, dit, ja, dit is, dat zou je gewoon aan. Groen stond al heel goed. Thank you. Trust me, the word thank you in our Cambodian language is Okun. 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 We gaan er nog even het boek zoeken, dus. Do you have pants for men? Yes, this is for men. This is for men, ja. Nou, Frits. Dat krijg je niet over je billen. Nee. Oh, dat is ook leuk. Ja. More color. Oh, wauw, yes. Frits. Ja, wacht even. Dat kleedt leuk af. Die van jou kleedt lekker af. Ik had ook een hele mooie de hele dag aangehouden. God, nou, kijk eens. Wacht even, doe even je schoenen uit. Ja. Kijk uit, rakkers. Oh, je doet je schoenen uit. Jezus. Weer dat van tevoren aankondigen. Jezus, man. Ja. Piep in, zei mijn moeder dan. Ja. Nou, dit gaat soepel, jongens. Ga jij er ook nog in, Henny? Ja, ik ga er wel in, maar ik wil even iets meer kleur. Ik had op een gegeven moment een hele fleurige broek. Ik loop steeds bij jou. Ja. Okay, have you? Yes. Yep. Zet je beste beentje voor, ja? Ja. Nou, je andere beste beentje. Straks even nog een wit voetje halen. Zo. Een rentevoetje moet je halen. Ja. Oh, die past perfect, joh. Is het de weekend size? Kijk eens even. Dit is de biggest size al, hè? Je zag eruit als een monnik. Ja, aan de onderkant. Aan de onderkant? Ja. Je was van onder een monnik, zou je kunnen zeggen. Ja, maar monniken zijn, die doen niks, hè. Die hebben geen seks, dus klopt niet helemaal. Nou, thank you. Ja. Yeah. Ah, liefie. Oh. Nou, jongens, we zien er goed uit. Zo, wat nou, leuk, hè. Dit is goed gelukt. Nou, zeg. Jullie zien er briljant uit. Even verderop staat het Genocidemuseum, ook wel bekend als de S21-gevangenis. Een plek waar de militaire tak van de communistische partij in de jaren 70 een schrikbewind voerde. Welcome to Tools Line Genocidal Museum. It was one of our former high school in our capital city here. This place, it became very terrible place for our Cambodian people. When the Khmer Rouge army, they captured our capital city after they came in power. 6 months later, they turned our public school here into the prison. We komen aan bij de S21 gevangenis. En het eerste wat je ziet zijn verdiepingen, alles met prikkeldraad ervoor. En als je dan ook nog weet dat dat een voormalige school is waar kinderen hebben gedanst, kinderen hebben gelopen, en dan is dat zo'n ongelooflijke grote overgang. During the Khmer Rouge regime, we had many prison prepared in our country during that time, but here Tools Line prison, it was the biggest and the most important one during the Khmer Rouge regime. There were 12,000 people who were brought here. Die gids heeft gewoon als taak, dit moet de hele wereld weten. Dat is, heeft hij zelf op zich genomen. Ja, van binnenuit. Je ziet de ernst, je voelt de ernst, je voelt de betrokkenheid. Ja. So in order to understand about what really happened during the Khmer Rouge regime, now I would like to invite you to come inside this building. Eigenlijk is het eerste wat mij raakte, was dat prikkeldraad. Dat afschuwelijke prikkeldraad, maar dan ook ruw tegen de gevel aangesmeten. Weet je wel, niet aangebracht, maar echt, dat je zegt, alles op een rot manier. This building was converted into individual cells. This is original, this is original. Yes. We say prikkeldraad. Yes, from that time. Could you please come? Ja, die ketting. Ja. Zeg je dan je laatste dagen hier doorbrengt en terwijl je weet dat dat het programma is dat er op je wacht. Kaal, ruw, zonder enige vorm van menselijkheid. En dan ligt er nog een halve ketting en hier en daar nog een geronnen
bloedplek. Ja. Ja, als dat niet bij je binnenkomt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, ik zal maar niet zeggen waar dat ons aan doet denken. Nee, dat is volledig duidelijk, Fritz. Ik heb Auschwitz en Sobibor bezocht. En ik denk, dit is Auschwitz. Dit is Sobibor. Zodra je binnenkomt, is het baf. Is het meteen ongelofelijke nare sfeer. Meteen. De mens leert het niet af. Het zit in de mens. Ja. Wij denken dat dat bijzondere momenten zijn. Dat zijn zeker bijzondere momenten. Maar door de hele geschiedenis heen tot op dit moment, het gaat maar door. Hoe komt het op jou over, Esma? Jij bent nog jong, jij bent de toekomst. Ik kan me bijna niet voorstellen. Weet je, dat hier mensen hebben gezeten. Weet je, alsof je in een film staat of zo. Ja, dat een decor. Weet je, dat het gewoon, dat het hier zo is neergezet of zo. Ja, heel... Ja. Heel gek. Heel, nee, maar dat is klap wat jij nu gek. Zegt. Was wel eens een heel erg gefilmd. Zei mijn moeder altijd. Vond je hem erg? Je vond het heel erg, zei ik. Zei ze. In het echt was het nog veel erger. Ja. Tuurlijk. Ja. Nou, het enige wat we kunnen doen is erover te praten. Ja. Hè? Dat de verhalen niet verloren gaan. Het is een cliché, maar zo is het natuurlijk. Want een jongere generatie weet dat niet. Nee. Dus. Ja, ja. Baf, het overvalt je. Het hangt daar echt. Ja. Ja, dat is een goede woord. Het hangt daar echt. Oh, je kijkt dan, joh. Oh, het zijn kinderen, joh. Het zijn kinderen. Die ogen. Want ze maakten foto's van iedereen, hè? Ja. Alsof het misdadigers waren. Ja, ze hielden het bij. Ja. Ze willen dat precies toch ook allemaal opnemen. En wat hebben ze gedaan, hè? Niks. Niks, natuurlijk. Niks. Allemaal een nummer. Gewoon niks. Ja, gewoon maar zo opgepakt en opgesloten. Een lulverhaal erbij. Maar kijk, hier een jongetje. Ja, dat zou ik net... Ach... Willoze mensen, mensen die niets gedaan hebben, niks misdaan hebben, worden alleen maar gevangen genomen om wie ze zijn. Ja, die ogen. Ja, de ogen. Ach, die ogen. Ja. En dit is er een die trots, mij krijgt hij niet kapot. Krijgt de tering, denk ik. Ik vind het lastig. Moet je kijken, dit. Ja, dat is vreselijk. Wat een laffe honden. Ik vind het zo erg niet. Het werkt niet. Oh, verschrikkelijk. Ik wil wel flink zijn, maar ik niet. Dat hoeft toch niet? Dat hoeft toch niet? Dan zie je je eigen kleinkinderen, dan zie je kleine schedeltjes. Ja. Gek van. Nee, dat hoef ik niet te zien. Hoef ik niet te zien, hoor. Ja. Vrees. Dat is verschrikkelijk, toch? Wat kunnen mensen dat elkaar aandoen, joh? Dan loop je altijd een grapje te maken. Ik vind het zo... Kut, joh. En wat denk je dan wel? Mijn kleinkinderen. Waarom zijn mensen zo gruwelijk tegen elkaar? Ja, maar vaak gaat het dan om afkomst, zwart-wit, Jood, niet-Jood, moslim. Ja. Nee, maar hier zijn het gewoon zijn eigen landgenoten. Ja, natuurlijk. Zijn eigen landgenoot. Ja. Met een verhaal erbij wat nergens op slaat. Maar hoe raar het ook klinkt, ik ben dankbaar... Dus eigenlijk dat we dit wel mogen zien. Dat we niet alleen maar denken, goh, wat hebben we een lol met elkaar. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Helemaal. Er is bij mij een mechanisme dat ik hier niet meer om huil. Nee. Dat is ook heel erg. Maar ik ben er wel mee bezig. Altijd. Ja, jij dacht dat je hele leven mee... Ja, en je wil het ook niet steeds overbrengen aan je kinderen. Natuurlijk wel. Maar ik... En ik merk dat mijn kleinkinderen ook altijd door bevangen zijn. Mijn vrouw heeft een Indisch verleden. Ik heb een... Joods verleden. Dat is ook het bluesgevoel dat onze liefde bindt. Maar ik merkte in de opvoeding dat ik mijn kinderen toch onbewust te veel met oorlog belast had. En daar ben ik wel van geschrokken. Op een gegeven moment belast dat mijn oudste dochter op haar verlanglijstje zei... geen boeken over de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen schrok ik me kapot. Ja. 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 Schrok ik me kapot. Ja. Ja. Nou, dit vind ik niet zo erg. Nee, zie. Het is schrikkelijk. Godverdorie. Hè? Thank you.
great thing. All right, thank you, ladies and gentlemen, for spending your valuable time to come here. We know this is not an easy place to visit. Thank you. All right, thank you very much. Thank you.